Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTC, vindt niet dat hij tekeer gaat op het ministerie. Dit werd namelijk gezegd naar aanleiding van verschillende maatregelen die hij heeft getroffen. Zo heeft Miranda dienstvoertuigen van het vroegere ministerie van TCT laten intrekken en heeft hij verschillende diensthoofden ontheven. De bewindsman, die sinds 1 februari de scepter zwaait op het ministerie, geeft aan dat hij slechts orde op zaken stelt. Hij praat dus ook niet over schoon schip maken. Nee, we willen geen schoon schip maken. Sorry, dat het ministerie vuil is. Dat wil ik ook niet zeggen. Mijn personeel is niet vuil. We moeten in ieder geval iedereen even eens kijken. Is dat een computer of je eigen cel? Soms moet je het resetten, dan kijkt iedereen, dan kijkt het weer iedereen in de juiste richting, dan gaan we door. En dat is dus wat u nu bezig bent te doen op het ministerie? Ik ben bezig te resetten, ja. Oké, dus met andere woorden, u maakt het ministerie gezond zodat u verder kunt gaan? Ik heb niet gezegd dat het ministerie ziek was. Anders gaat volksgezondheid boos worden. Wat zijn bezig iedereen in de juiste richting te brengen? U zegt niet dat u schoonschap maakt, niet dat het ziek was, maar er was wel chaos. Want als u orde op zaken stelt, dan was er chaos. Ik ben pas minister, mevrouw. Laten we over een maandje weer praten. Dat is juist wat men aanhaalt. U bent pas minister en u heeft mensen ontheven, u heeft voertuigen ingetrokken. Dus dat is wat men bedoelt. Voertuigen in beslag, ik kan alleen maar in beslag nemen als iets van u is en u heeft wat gedaan. Zijn overheid is goed. Als deze microfoon van de overheid was, mevrouw, was het ook genomen, toch? Het is uw belastinggeld even voor betaald. Ze krijgen de voertuigen om het werk te doen, toch? Tussen 7 en 3. U zegt, we moeten u over een maand dus spreken. Met andere woorden, u bent tussen nu en een maand dus dan nog bezig, het ministerie verder. Ik ga 4 jaar bezig zijn, mevrouw. Ik word betaald om beleid te maken, beleid uit te voeren. Daarvoor word ik betaald. Anders betaal u je belastinggeld maar zomaar. Miranda gaf aan dat men vaak bang is om iets te zeggen wanneer er zaken misgaan. Als voorbeeld haalt hij aan dat mensen soms jarenlang een gat lopen en pas wanneer het gat gedicht wordt, merkt men dat er een gat was. Hetzelfde gebeurt met de problemen, alleen worden mensen boos wanneer die worden aangepakt. De OWTC-bewindsman zegt dat hij nu zal werken aan het rechttrekken van zaken. Die brug, dat hout dat over de brug komt, maar niet alleen over de brug. Op alle wegen waar wij als samenleving die schaarse middelen geven om die infrastructuur in orde te maken, moeten we niet hebben dat het over een jaar weer kapot is. Dus daar zijn we bezig. Ordening en wetgeving om te heleboel dingen. Maar uw voorganger die had een keer aangegeven dat sommige zaken niet aangepakt konden worden vanwege het gebrek aan financiën, middelen. Hoe gaat u dat doen? Kijk, ik ga niet over mijn voorganger praten, omdat binnen de visie die hij had, had hij misschien een paar items die hij wou doen en er was misschien inderdaad de financiën hiervoor. Zou niet correct zijn om over hem te praten of om een natrap te geven, zou ik niet doen. Ik heb andere prioriteitsgebieden en visies binnen dat ontwerp van de regering die we gaan uitvoeren. Dus we komen er wel door. Het geld, is het er wel? Ik wil u eraan herinneren. U kunt zich nog herinneren toen we de Oranje Tuin starten. Wie van u heeft mij gevraagd hoeveel geld is er? Toen heb ik u gezegd. Nul. Is de Oranje Tuin al bezig te maken of niet? Het is mogelijk. We moeten inventief zijn. Er zijn meer Surinamers, veel meer dan u denkt, die hun bijdrage leveren in het geheel. Niet alles gaat met geld. Alles gaat met, als we begrijpen dat we het samen moeten doen, lukt het wel. Aldus minister Jerry Miranda van OWTC. Ten aanzien van de waarschuwing dat Paramaribo, evenals het binnenland, getroffen kan worden door overstromingen, zegt Miranda dat alle actoren in stelling zijn gebracht om snel en effectief te kunnen optreden. Hij noemt daarbij het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, en de Meteorologische Dienst. De bewindsman zegt tenslotte dat God met ons is en we daarom voor niets hoeven te vrezen.